Nee, ik denk niet dat het dus gedaan is. Maar, ja, ik moet opletten dat ik geen karikatuur dus van mijn eigen word of zo, weet je wel. Dat ik nog steeds blijf geloven dat Feyenoord kampioen wordt. Maar daar hebben we het de vorige keer ook al eens over gehad. Dat het bij PSV onrust is. Dus bij Ajax onrust is. Maar het is nu, ja, volgens mij, dus bij Feyenoord ook onrust. En dan moet je daar altijd iets over zeggen. Wat volgens mij logica is. Want daar beginnen ze nu dus een beetje te hengelen van Marwijk. Die moet dan trainer worden van het Nederlands elftal. Dus dat is een onrustige situatie, hoe je het ook went of keert. Nou, dan krijg je dus mensen die beginnen dus van, ja, wat moeten wij dan dus halen als trainer? En ja, dan hoor ik de naam van Verbeek voorbij komen, van Gert-Jan. Ja, en dan moet ik wel een klein beetje in mijn vuistje lachen. Dat ze dan dus bij het Heerenveen zeggen, ja, maar wij hebben geen vertrouwen meer. En kijk, eind van het seizoen en bij Heerenveen. Maar dan denk ik, ja, als Feyenoord dus nu een zetje maakt. En gewoon die van Marwijk dus een douw geven naar die KNVB. Want dan zijn ze daar vanaf, van die Bertus. Van Bertus Bizonkit. En dan hebben ze dus met Gert-Jan Verbeek, ja, hebben ze gewoon een goede trainer. Waar die mensen het over hebben, dat speelt geloof ik al 50 jaar bij de club. Want er is elke keer wat aan de hand. En dit is gewoon, vind ik, het is oude stinkende koeien uit de sloot halen. Dus met andere woorden, kijk, als je van bovenaf gaat beginnen, ja, dat ze een foute voorzitter hebben, dat kan ik dus niet beoordelen. En iedereen die heeft daar dus een mening over, die de man dus misschien wat beter kent. Maar ja, op het moment dat de man dus werd gepresenteerd, dus achter Van Praag, had ik daar ook dus mijn bedenkingen bij. Maar dat waren voetbalbedenkingen, dus oogbedenkingen. Geen capaciteitbedenkingen. Nou, dan komt daar dus die directeur, die meneer Fontijn. Ja, toen dacht ik al, ik weet het niet. Maar als je dus praat over de basis van voetballen. En je kijkt gewoon even dus naar de realiteit. Controle is geen commentaar. Dan zit ik naar die man te kijken. En dan denk ik, dat is een papegaai die zit dood te gaan op zijn stokkie. Dus voor Arthurs. Want die man die heeft een uitstraling van nul. Nou is dat niet zo erg. Maar dan blijkt ook dat hij dus geen capaciteit heeft. Dan komen ze op de jeugdopleiding. Het is al jarenlang bekend dat ze daar dus dingen aan het doen zijn die dus voor het oog wel aardig zijn. Je moet dan, als je jeugdtrainer wil worden, meer dan 250 wedstrijden geloof ik in het eerste van Ajax hebben gespeeld. En het liefst ook nog een aantal wedstrijden dus hebben gespeeld dus in het Nederlands elftal. Nou, dan kun je dus jeugdtrainer worden bij Ajax. En of je capaciteit hebt als jeugdtrainer, ja, daar is dus blijkbaar niet naar gekeken. Ik vond de poppenkast van Jan Klaas en Katrijn, die vond ik dus echt veel leuker, hoor. Want, weet je, ik zit dan gisteravond, want ik dus ben absoluut sportkijker. En dan zit ik dus naar het programma van Wilfried te kijken. Dus Voetbal Insight. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga eens even in de gids kijken. En toen kwam er een film van Rambo op. En toen heb ik die film van Rambo erop gezet. Nou, als ik dat ga doen, dan is het zwaar teleurstellend dus met het verhaal, dus in dit geval rapport. En toen was er reclame dus tussen die Rambo-film. En toen dacht ik, ik zet hem even op één. Ja, daar zit dus die meneer Coronel. En dat is allemaal uit goede bedoelingen natuurlijk. Maar het is allemaal oud nieuws. En dan wordt Piet wordt weer opgevoerd, Piet Keizer. Nou, en iedereen die weet in de voetbalwereld dat Piet daar al jarenlang rondloopt. En dat Piet op een bepaald moment samen met Henk heeft geprobeerd om dus wat te doen aan de jeugdopleiding. Nou, Piet die werd bijna doodgekeken als hij dus op de toekomst kwam in die periode. Want ze dachten allemaal dat hij dus inspecteur Vlijmscherp was. Dat hij dus dingen kwam beoordelen. Want Piet liep met een boekje van dat is niet goed en dat vind ik niet goed en dat vind ik niet goed. Dus hou op met dat gemeut.
Maar het is gewoon gemeut. En moet ik daarna gaan zitten kijken dan? Dat er sommige mensen naar willen kijken, dat moeten ze zelf weten. Maar ik vind het gewoon een poppenkast. Echt waar. Ik vind het echt een poppenkast. Het slaat helemaal nergens op. Bij grote internationale clubs, en daar komen we natuurlijk, dat is een makkelijk inkoppertje, Madrid, Barcelona, Milaan, Inter en noem maar op. Kijk, daar komt het nieuws naar buiten als die trainer een trap in zijn lende krijgt. Maar hebben ze daar een of andere werknemer, en of die dan directeur is of technisch directeur is, of directeur van de scheidhuizen is, dat maakt niet uit. Dan zeggen ze, jij functioneert niet, dan is het gat van de deur opneuken, wegwezen. Maar daar komt toch geen publiciteit over? Er komt hooguit eens een keer zo'n regeltje. Ik begrijp hier niks van. Ik begrijp hier echt helemaal niks van. Kijk, als jij, noem ik alleen maar de Snijder Babel, voor 40 miljoen verkoopt. En je bent dan in staat om Colin terug te kopen of om op te halen. Je bent in staat om Loeken op te halen. Je bent in staat om Delorsi op te halen. Je bent in staat om nog wat andere mensen op te halen. Ja, dat kan je mij niet vertellen, hè, dat dat dus op basis van foute scouting is. Nee, dat is op basis van foute financiering. En ga mij dan niet zeggen, hè, dat ze verkeerd hebben gescout. Moet je Loeken gaan scouten dan? Je had tegen Loeken moeten zeggen, kom juist 4 weken bij ons trainen en dan kijken we of je fit bent. En eens kijken wat je dus kan. En dan nemen we je onder contract of we zeggen van een punter in je hol en daar wegwezen. Dan staat die man, dus Bertus, die staat in de belangstelling dus van het Nederlands elftal. En ja, dan gaan die spelers roepen, ja, hoe kan dat nou? En wij zijn hier gekomen voor Van Marwijk. Ja, dan denk ik, als je dat nou een speler vindt, hè? En je bent zo gek met die man, hè, dus met Van Marwijk. En hij kan bondscoach worden. Weet je wat ik dus zou doen als speler? Dan zou ik godverdomme de pannen van dak af spelen. En dan zou ik dus zeggen van kijk, dat is onze trainer, dat is onze coach. En die gozer, die wordt dus, dus absoluut, want als je bondscoach bent, ben je natuurlijk wereldkampioen. Zo simpel is het. Want dat is de beste functie die je kan hebben. Dat is beter als bij Ajax, bij Feyenoord, bij PSV, bij Madrid, bij Barcelona. Maakt er allemaal geen kloot uit. Dus, wat doen ze? Ja, lopen erbij dat je denkt van, hebben ze er nog eigenlijk wel een beetje trek in of zo, weet je wel. Ik ben er nog steeds van overtuigd. Als dit dus niet was gepasseerd, dat de KNVB dus achter Van Marwijk was aangegaan, was Feyenoord absoluut kandidaat geweest om kampioen van Nederland te worden. En nu hebben ze dus een zootje kutzooi, narigheid, heet dat in een chic woord. Dus met andere woorden, ja, dat vertaalt zich dan dus ook in resultaten. Het probleem is dat Bertus natuurlijk dus alleen maar bezig is met Henkie, met die Kessler. Van met de Kessler, of Henk, Bertus, weet ik veel hoe ze communiceren. Van ja, maar doen we het zo, Rob Jansen er nog tussen, zaakwaarnemer, waf. Gaat ten koste van je eigen club. Hoe je het ook bent of keert. En dan kun je zeggen, ja, maar ik kan dingen scheiden. Maar ook een coach, een voetbalcoach, heeft af en toe menselijke trekken. Gek is dat, hè? Ben ik het mee eens. Dus de bestuurlijke capaciteiten en kwaliteiten dus in Nederland op dit moment in het betaalde voetbal, die zijn gewoon nul. Hebben absoluut geen kijk op de situatie. Het is gewoon, heeft hij gelijk in. En ik heb het niet over mezelf nu. Ik heb het dus gewoon over de kolom dus van Johan Cruijff. Dus waarvan hij zegt, ja, dat is gewoon, een schande. Dat ligt niet alleen aan bestuurders. Kijk, die mensen die kunnen niet helpen dat ze een handicap hebben. Dat kunnen ze gewoon niet helpen. Want die hebben gewoon een handicap. Want die proberen, en dat bedoel ik heel zuiver te zeggen, die proberen het dus mee te denken over voetballen. En die weten dus amper
Ja, of dat de lucht in zo'n bal zit, of helium. Want die denken, als die bal de lucht ingaat, dat er helium in zit. Maar die zijn inmiddels wel de baas geworden, het is over clubs. En trainers, met alle respect, ja, die laten de oren natuurlijk dus hangen. He, daar hadden we het dus net over. Want dan komt er zo'n een of andere Kawasaki, die komt dan dus binnenlopen dus bij VVV. He, en dan vragen jullie, dus heel simpel, en knip maar weer wat. Ja, die moet dan dus wel opgesteld worden, want dus dat Kawasaki-team... Ja, die stoppen dan dus weer een patiënt. Het is in zo'n speler, die zetten ze daar neer. Die speler die wordt betaald door Kawasaki. En doet Honda, die doet zijn spelertje wel mee. Het zal wel een aardige speler zijn. Maar het kan niet zo wezen dat er een of andere idioot tegen je zegt, als coach. Coach, wij betalen. En jij krijgt ook nog een patiënt, maar je moet hem wel opstellen.